Goedemorgen. Kom binnen. Dank u wel. Zo ben ik zo'n 50 jaar geleden begonnen. Mm. Ja, ik was toen 18 toen ik begon ongeveer. Okay. Toen heb ik best wel intensief gebold. Zo'n 13, 14 jaar. En ja, Nationale League hoofdklasse toen nog de tijd. Okay. Ik hoorde iets van 180, 185 gemiddeld. Dus ja, toen ben ik na jaar 13, 14 ben ik gestopt. Helemaal gestopt. Heb ik in de, ja, dat was in begin jaren 80. Heb ik, half jaren 90 heb ik nog met iemand. Die vroeg mij dat ik mee in de Nationale Team League ging spelen. Dus dat heb ik een paar seizoenen gedaan. Maar ja, dat is maar 6 keer of zo. Ja. Toen weer lang niks gedaan, tot vorig jaar zomer. Toen had ik zoiets van, ik ben nu met pensioen intussen. Ik moet toch iets meer te doen hebben. Dan had ik collega's, daar ging ik af en toe mee weg. En dan gingen we op een potje bowlen en daarna eten en zo. En ja, toen begon het toch wel weer te kriebelen. Dus op een gegeven moment had ik nog twee bowlingballen op de zolder staan met een koffertje. Die had ik een keer meegenomen en ja, de jongens zei, wat doe jij dan met een koffertje, weet je wel. En nou, toen liet ik zien hoe ik dan normaal altijd bowlen. Ja, ook al de gezelligheid natuurlijk. Ik kan tussen al wat mensen leren kennen op de woning in Den Bosch. Mm-hmm. Als het open gaat, dan ben ik de eerste die er staat. Het blijft toch, de basis blijft toch wel zitten. Het is alleen in het begin een beetje wennen met, ja, gewoon ik denk dat de kleine dingetjes, de technisch gezien de approach, je hebt wennen hoe dat de baan is, hoe je de bal loslaat, ritme, dat soort dingen, maar dat is gewoon veel doen en dan komt het weer terug.